Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 21 september 2016. Dus het bulletin van woensdag. Het is niet helemaal zeker dat ik vandaag morsen heb, maar ik heb in ieder geval een plaatje in PD50. De berichten hierover worden steeds serieuzer. De nieuwe Bao Feng, de Delta Mike 5 Romeo van tussen de 60 en de 70 dollar, die eruit ziet als een UV5R, die beschikt zoals het lijkt inderdaad over DMR. Een DMR-porto van tussen de 60 en de 70 euro dus. Blijft er nog wel iemand op FM over binnenkort. Mogelijk dat de prijs na introductie nog iets verder naar beneden gaat. We zijn erg nieuwsgierig naar de eerste amateurs die we ermee horen vanzelfsprekend. Via Adriaan kreeg ik het bericht dat zeezender pionier Gerard van Dam op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Hongarije overleden is. Dat was aan een hartstilstand. Van Dam werkte vanaf 1971 voor Radio Noordzee. Hij zette vervolgens met het zendschip de Miamigo een eigen zender op en was later betrokken bij Radio Atlantis. Vanaf 1978 zond hij vanaf de Eger, eerst vanaf de Eger, uit met Radio Delmare. Station zond achtereenvolgens vanaf 4 verschillende schepen uit. Het motto van de Ham Radio Beurs in Friedrichshafen in 2017 is de wereld te gast in Duitsland. De toonaangevende beurs vindt volgend jaar plaats van 14 tot en met 16 juli 2017 dus. Voor wie het aangaat, Microsoft is gestopt met de zogenaamde Get Windows 10 app. Windows 10 is sinds 2 maanden niet meer gratis te verkrijgen. De app neemt onnodig ruimte in en is niet meer nodig. En update KB3184143 kreeg de opdracht om de veel bekritiseerde app bij iedereen weer van de harde schijf te wissen. Het is een interessante kwestie verder nog op security.nl. Dat gaat over de HP-printers die ineens geen inkt of cartridges van concurrenten accepteerden. Volgens IT-jurist Arnoud Engelfried is het achteraf bijvoorbeeld door middel van een update inbouwen van zo'n beperking in Nederland in juridische termen het non-conform maken van het product. Dat betekent dat een fabrikant in dat geval verplicht de zaak gratis moet terugdraaien en als dat niet gaat dat hij het geld van de aanschaf moet teruggeven. Het achteraf non-conform maken van een product is in Nederland strafbaar volgens de wet op de oneerlijke handelspraktijken. Het zou een andere zaak zijn als op nieuwe printers van het merk een dikke sticker zou zitten waarop staat dat het apparaat geen cartridges anders dan van het eigen merk accepteert. Dan is zo'n maatregel gewoon toegestaan. Waarschijnlijk moet het dan wel heel duidelijk zijn aangegeven. Vanavond vanaf 2100 uur wordt voor de 12e keer de 2-wekelijkse SSB-ronde gehouden op 144.345 plus of minus QRM en USB. Polarisatie is anders dan je misschien zou verwachten, verticaal. Rondeleider van het station is PI4ANH. De ronde is ook te volgen via Teamspeak 3. Informatie over de ronde is te vinden op de site van Ben, PA2OLD, op www.pa2old.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Haha.
Volgt nu weer een mededeling van een van onze sponsoren. Woka Woka, het merk dat bekend is van de S390 Super EE hoogfrequentstofzuiger tegen alle ongewenste straling, komt nu met een nieuw en spectaculair product voor de zendamateurmarkt. Wie kent deze ergernis niet? Je hebt je antenne geplaatst en de SWR valt je tegen. Een SWR kan in zo'n geval wel oplopen tot zelfs 1 op 2. Vanaf nu is de ergernis over een slecht staande golfverhouding in het geheel niet meer nodig. De nieuwe SWR-meter STND 32551 Super laat namelijk helemaal geen staande golfmeting zien als deze onder de 1 op 2 zit. Uw gevoel van ergernis verdwijnt met deze nieuwe STND 32551 ogenblikkelijk als sneeuw voor de zon. Deze nieuwe SWR-meter met zijn ultramoderne design kost u geen €450, nee, ook geen €400, maar voor slechts €399,50 exclusief verzendkosten is deze al voor u. Wordt geleverd met gratis blinddoek, speciaal voor mensen die een SWR van groter dan 1 op 2 ook vervelend vinden.